Ja, ik ben Jan van der Meulen. En wat doe je bij de Wegbank? Nou, een jaar geleden op 26 april heb ik een gebouw beklommen. En mij is ter laste gelegd dat ik overlast heb bezorgd. En daar moet ik voor voorkomen. Want waarvoor word je precies verdacht? Overlast bezorgd? Nou, ik heb overlast bezorgd aan het verkeer en eventueel aan de bewoners. Heb je die aangifte gedaan? Nee, die hebben geen aangifte gedaan. Alleen de eigenaar van het gebouw, die heeft wel aangifte gedaan, die heeft de politie laten komen. En het punt was of ik eventueel het gebouw heb beschadigd. En was het gebouw beschadigd? Nee, uiteraard niet, want er zaten twee punten waar het aan moet voldoen. Dat is ten eerste dat de beklimming veilig verloopt, dat ik het na kan vertellen. En ook dat de omstanders geen gevaar lopen. En ten tweede dat het gebouw niet beschadigd wordt. Want ik ben niet bemachtigd om eventuele schade te betalen. Ben je vaker op de bom? Ja, nou nee. Dit is het unieke. Ik heb het vaker gebouw beklommen. Maar het unieke hiervan is dat dit de allereerste keer is dat ik daadwerkelijk ook een bekeuring krijg. Na 23 jaar. Wat vond de rechter ervan? Ik krijg het gevoel dat de rechter niet afkeurend was, maar hij wil ook weer niet zo ver gaan dat hij zegt van nou, ik vind dit geoorloofd. Hij zal mij waarschijnlijk niet bekeuren, maar hij zal wel zeggen van, ja, ik weet niet hoe dat in juridische taal is, maar dat het niet mag. Ga je nu nog het gebouw opklimmen? Ja. Ja, kijk, een verliefdheid, daar... Dat win je niet. Dat komt over je heen. Op een gegeven moment moet je dat doen. Het is niet dwangmatig. Maar ja, je ziet het gebouw, je ziet op een gegeven moment een lijn, je ziet er een mogelijkheid in. En dan is het heel erg moeilijk om dat gevoel te onderdrukken, om het niet te beklimmen. Dus ik denk een geldboete dat mij dat niet kan weerhouden. Wordt het leuk te weg zijn? Ja, ik zit niet zo vaak in de rechtszaal. En ja, het prettige in Nederland is dat je gewoon je zegje kan doen. Ik heb ergens in het Nationaal Park, omdat ik daar een beklimming deed in 1998, heb ik ook zelfs in de cel gezeten, in de Amerikaanse cel. En heb ik daar in een oranje overal, dit is andere kleur dan deze, met een ketting om mijn buik heen, geboeid aan de zijkant, ook voor de rechter moeten verschijnen. En het trieste van die rechtszaak vond ik dat ik niet eens mijn woordje mocht doen. Ik heb 2 dagen in de cel gezeten, omdat ik dan illegaal in het park was, waar vroeger ooit legaal de Indianen hebben gewoond. Maar... en nog een aantal andere strafbare feiten, dat ik gelogen had tegen de politie en dat ik een campsite was geweest, dus privacy heb geschonden en dergelijke. En, ik heb er wel $50 moeten betalen, maar de eis was niet hoger omdat ik 2 nachten in de cel heb doorgebracht. Hoe heb je naar de beklimming van de Oude Heren doorgebracht? 3 uur. En dat was mee. Ja, maar voor mijn gevoel... Zonder kettingen? Zonder kettingen en oranje overal. Maar van de brigadier begreep ik eigenlijk wel dat hij 3 uur eigenlijk al aan de lange kant was. Of hij zat met een cellentekort. Of hij vond het klaarblijkelijk toch ook wel een beetje overdreven dat ze mij zo lang moesten vasthouden op zo'n klein vergrijp. Maar was dit in Amerika gebeurd, dan kan je er wel iets bij voorstellen als ze een beetje zouden. Oké, dankjewel. Oké, dus dank. Volgens mij was het. Ja, perfect. Bedankt.